misschien wel. Ja, ik kan wel iets doen, zeg maar. Oh, wat is iets? Kijk, waarom doe je dat op mij? Ja. Dat is probably you. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, jawel. Maar echt heel vaak duurt het ook niet. Ja. Het is geen clay. Nee, dat is geen clay. Dat is geen clay. Sorry. Ja, ik vind wel verkeerd. Ik vind verkeerd. Ja, ik wil het wel jou zeggen, man, maar... Kunnen jullie wat voordoen? Nee. Nee? Nee. Nee, 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 nee. Ik denk dat we hier opmaken dat we allebei vreselijk zijn. Misschien wel. Ja. Misschien wel, ja. Kijk, waarom doe je dat op mij? Shit. Ga je mij zijn een comedian laten zijn? Ja, ik vind Kjeld. Ik vind Kjeld een zeer goede comedian. Hier in Groningen, ik bedoel, je kan alles doen in Groningen. Ik? Ja, ja, Kjeld de held. Ja, ja, oké, okay, klaar. Kjeld de held. Heb je het gedaan? Ja, dat dacht ik wel al. Waarom? Hm? Ja, waarom ik? Kjeld is gewoon lomp. Je bent gewoon lomp. Ja, dat is Kjeld. Dat is Kjeld. Ja, ik vind gewoon Kjeld. Ik kan wel iets doen, zeg maar. Oh, wat is iets? Ach ja, gewoon een beetje date, kaarsjes, bloemetjes meenemen, dat soort dingen. Echte romanticus, niet normaal. Niet normaal. Nou. Jij doet dat niet zo? Nee, ik doe dat allemaal niet aan. Nee. Oh. Ja, voetbal moeten we nog steeds uitdoen, hè? Ja. Ja, en we kunnen daar tafeltennis gaan doen. Ja, maar dat ga ik verliezen. Maar als we het alleen op tafeltennis gaan zetten... Nou, nee, fuck jou. Draai om. Nee. Nee, maar even... Dat voor jou is Duits. Kunnen jullie even een woordje spreken? Nee, het soezen maar broezen. Ik kom de steeds terug. Ja, ik kom de staattafel terugbrengen. Kijkraden heb je voordat je de bioscoop, zeg maar, dit is een bioscoop en dan krijg je altijd zo'n reclame. En dan is zo'n man en die gaat dan door de hele wereld rond en dan zegt hij de hele tijd, ik kom de steeds terugbrengen. Maar dat is alleen in Kijkraden heb je dat dus. En dat is de enige... Dit is een meme in Kijkraden als je naar die bioscoop gaat, dus... En het is het enige woordje in het Limburgs dat ik ken. Ja, en dat is een woordje dat hij ook kende. Dus het had een idee erachter, ja. Gewoon doorgaan, I guess. Ja, niet zo aanstellen. Ja, niet mij aankijken, ja. Het is niet mij niet leuk. Maar jij weet het ook. Ja, dat is waar. Dat is grap. Dat is respectvol. Nee, 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 was grap. Je lult. Nee, ja, ik wou, om eerlijk te zijn, als ik eerlijk ben. Ik denk dat we allebei niet elkaar zo over zijn. Nee. Ja, was Kjeld. Sander. Was Kjeld. Laatste keer op stap en word ik aangesproken over jou. Ja, ik had er ook een keer gehad. Jawel, ik was ook op stap. En toen zei ze ook van, oh, dat is Kjeld, hè? Dat zei mij tegen mij. Laat je maar weten. Ja. Ja, dat is echt waar. Disrespectful. Nu zeg ik gewoon net, pure competitie. Kun je even voordoen? 100 nu? Ja. Nee. Ja, ga je? Nee, nee, ik doe mee, hoor. 100 is... 100! 100 is wel veel. Ja, ik was al 100 is wel veel. Ja? Oh, kom maar. Hey, langzaam, maat. Oh, 4. 3. 3. Ik weet dat ik ook niet moeite heb met een plezier. Nee, dat klopt. We blijven gewoon doorgaan. Ja, ik wil zeggen, we hebben 10. We hebben 10. Zullen we gewoon stiekem deze doen? Ja, gewoon, dat disrespecten we geen. Anders gaan we gewoon lief voor elkaar zijn. Ja, dat is wel waar. Nu niet. Ja, ja, ja. Oh. Ja, dan weet je wel, ik zou gewoon deze doen, weet je zo? Ik zou deze doen. Omdat wat je zei, iedereen kent Kjeld in Groningen. Dat valt een reuze mee. Meiden spreken me aan over wie Kjeld is. Mm-mm. En al dat soort dingen. Dus, ja. Nee, niet waar. Dan ben ik het toch, weet je wel, helaas. En waarom word jij jezelf Kjeld? Omdat Sander bijna nooit echt moe van mij als opstap zijn. Dat valt reuze mee, dus dan... Dat is ook waar. Ik kan je ook een blauwtje lopen? En jij doet dat? Nee, valt ook wel mee. Valt mee, ja.
Maar af en toe een keertje, ja. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot donderdag.